Voor het eerst in de geschiedenis van de Woerdense Vakantieweek moest het bestuur onlangs bekendmaken dat de week in 2020 niet doorgaat. Hester Korver, we staan hier op het expositieveld, jouw terrein. Wat ging er door je heen toen je het hoorde? Nou, wat ging er door me heen? Nou, het was niet een hele grote verrassing. Maar dit, uh, ja, dit was wel uh, de bedoeling dat we hier van de zomer een feestje zouden maken. En. Uh, we zagen het aankomen en veiligheid en gezondheid voor alles. Maar uh, als je dan echt het minister-president hoort uitspreken dat er tot 1 september geen festivals zijn, dan is, dat, uh, nou ja, dan is het laatste sprankje hoop uh, vervlogen. Dus uh, dan is de kwestie van zo snel mogelijk iedereen uh, informeren en uh, de stekker eruit trekken voor dit jaar. In het begin denk je, oh, hoe, hè, dan begint dat COVID en dan denk je, nou het duurt nog. Wij zijn pas laat, wij zijn pas einde van de zomer. En net als de rest van Nederland, dat begint toch wel in te dalen. En, uh, nou ja, maart gaat alles op slot. Um, uiteindelijk uh, zijn wij natuurlijk in maart al gaan nadenken: wat zou dit betekenen? Zijn er alternatieven? Kunnen we in een uitgeklede variant iets doen? Wat betekent dit voor onze sponsoren? Uh, daar zitten natuurlijk ook een heleboel bedrijven uh, bij die het nu moeilijk hebben. Wat betekent dit voor onze bezoekers? Gaan ze allemaal wel komen als dit allemaal nog speelt of als het nog erger wordt? Dus ja, alle focus ligt natuurlijk op, uh, op ieders gezondheid. En je groeit een beetje mee met de crisis. Wij ook. Uh, maar we hadden wel vrij snel dat door dat we uh, uh, het niet zomaar zou zijn als vorig jaar. Nee. Wat doet zoiets met de medewerkers? Nou ja, die wachten ook af, die groeien daar ook in mee. En, uh, die, zijn en die hebben we natuurlijk ook tussentijds wel benoemd dat we aan nadenken zijn: wat betekent dit? Uh, sponsorcommissie, Markt en Communicatie. We hadden natuurlijk in januari heel veel tickets al verkocht. Early Birds, we hadden al paspartouts verkocht. Die waren, wa waren we uitverkocht. Ja, een paar duizend waren dat. Dus echt, er waren al een heleboel vroege tickets uh, verkocht. Dus er waren al een heleboel mensen die aan je komen. En uh, nou ja, dan bedenk je nog niet dat je uh, nog geen twee maanden later moet zeggen: uh, het gaat niet meer door. Dat is echt heel hard gegaan. En uh, nou ja, dat, is wel, uh, dat is wel bizar. Ja. Wat zijn de financiële consequenties voor jullie? Nou, dat moeten we nog even goed in beeld brengen. Maar daar hebben we natuurlijk al over nagedacht. Uh, mensen die tickets hebben gekocht, daar gaan we natuurlijk nog uitgebreid even op reageren wat daarmee gebeurt. Uh, daar zijn verschillende varianten voor. Uh, we hebben natuurlijk ook met artiesten te maken. En wat natuurlijk ook wel is, we zijn niet het enige festival uh, wat uh, artiesten heeft besteld, geregeld. Uh, nou, niet alleen artiesten, maar ook allerlei andere zaken geregeld heeft. Uh, waar we nu met hen over in gesprek moeten hoe we dat op een nette manier uh, afhandelen. En het liefst uh, handelen we het af door het volgend jaar uh, door te verschuiven naar volgend jaar. Maar ook dat, daar moeten we over na gaan denken hoe dat er precies uit gaat zien. Heb je een reactie gegeven op de samenleving in Woerden? Want volgens mij is het toch wel een emotionele dreun voor Woerden. Ja, nou ja, we, ja het, is natuurlijk een, het is natuurlijk een pijler in Woerden, die Woerdense vakantieweek. Er zijn ongelooflijk veel mensen bij betrokken in enige vorm of als bezoeker. Um, of als sponsor, of als medewerker. Dus ja, daar zijn we aan een heleboel mensen teleurgesteld. En dat is ook wel wat te we terugzien op de social media en op de website. En we hebben natuurlijk direct een bericht geplaatst. En dat is uh, ja, alleen maar jammer. En, maar ook heel veel van, nou, volgend jaar we gaan volgend jaar, we gaan er weer voor. Dat, is ook wel weer, dat klinkt er ook wel weer in door. Als je nu voor de samenleving recht in de camera zou kijken van jongens, zo staan we ervoor en zo gaan we verder. Nou ja, wat ons betreft gaan we volgend jaar weer een prachtige week neerzetten. Absoluut. Maar voor nu, uh, voor nu spijt het ons heel erg. Wij gaan iedereen missen deze zomer. Elkaar, maar vooral al onze bezoekers. Dit prachtige veld met dit weer. Vorig jaar was het natuurlijk fantastisch. Uh, de 67e Woerdse Vakantieweek gaat niet door. En het is te gek voor woorden. Maar er is, uh, er is meer op de wereld wat belangrijk is. En wij zijn er gewoon volgend jaar weer. Zoals Hester Korver zei, vrijwel iedereen in Woerden is op de een of andere manier betrokken bij dit festijn. De teleurstelling is groot, maar het begrip voor het besluit van het bestuur overheerst.